Ja, het is moeilijk, jongens, hoor. Dit is basisschool De Hoekstee in het Drentse Vledder. Ieder jaar komt Klaas van Dalen hier om in groep 7 en 8 te vertellen over de oorlog. Over zijn oorlog. Zijn herinneringen. Klaas woont in Gelderland, in Rhenen. Daar is hij geboren en getogen. Maar in Drenthe liggen zijn oorlogsherinneringen. Ik kom hier al meer dan 30 jaar, want in 1944, tijdens de bezetting door de Duitsers, had je de arbeidsdienst. En als je 18 jaar werd, dan moest je in de arbeidsdienst, dan moest. Dus ik kreeg bericht dat ik hier naar Vledder moest komen. In de brakken, en nou zat er nog één brak, aan de middenweg. En dus toen kwam ik op het station in Rhenen. En toen zei ik een jongen en hij zei... Hey, Klaas, ja, waar ben jij heen? Ja, ik zei, ik moet naar Vledder. Oh, ik ook. Dus die man die heette dan Frans. Hè? Dus in het verdere verhaal, als ik dan Frans noem... dan weten jullie over wie ik het heb. Dus nou ja, wij samen hier naar Drenthe kwamen in Steenwijk... uit met de trein en toen werden we opgehaald en dan moesten we hier in Vledder in het kamp. Dus we kwamen in het kamp en moesten de kleren inleveren en we kregen een uniform aan. En dus Frans die kwam in ploeg 8 en ik in ploeg 7. Dus die kregen we de eerste 14 dagen... kregen we een hele strenge opleiding. Dan moesten wij naar Doldersum. Achter de Sophiahoeve zaten hele grote velden aardappels. En die moesten gehooid worden met een schop. Dus maar er waren ook 4 arbeidsmannen... die moesten doorlopen naar Wateren bij een NSB-boer. Een NSB-boer die was voor de Duitsers. Hè? Dus die moesten daar werken, die 4 jongens. En op een dag kwamen de 4 jongens terug om bij ons aan te sluiten. En dan moesten we weer terug naar het kamp. En staat er een man aan het bospad. Die zegt tegen die 4 jongens, willen jullie niet onderduiken? Maakte ze een afspraak met die verzetsman. Die zouden s'nachts om 11:30 zouden die 12 jongens aan de onderduiker des helpen. Die 12 jongens zouden dan om 11:30 buiten het kamp komen. En dat werd afgesproken. Dus de jongens kwamen thuis. Frans zei, om 10:00 hebben we inspectie gehad hebben. Kleden we ons eigen weer aan. En dan gaan we gekleed op bed liggen. En dan gaan we om 11:30 naar buiten. Nou, afgesproken. Maar ja, jongens van 18 jaar... buiten gewerkt. Dus we waren in slaap gevallen. En ik werd wakker. Ik denk, wat is dat nou voor een gestommel? Eruit en had verzet. Had het kamp overvallen. Ik naar buiten. En nou ja, ik had Frans gauw gevonden. En dus gingen wij, in plaats van 12, gingen er 21 jongens mee. In Doldersum kwamen we op de Dieverse weg. De eerste boerderij. En daar had je een hele grote wal achter. En daar zat het een hol... En daar gingen 4 jongens in. Dan zijn we weer, een kwartier, 20 minuten weer gelopen. Kwamen we bij een hal, en daar gingen er 5 in. Weer 5 jongens in. Toen kwamen we op een 100, 200 meter verder. Daar zat een halletje van 3. Toen zei Frans, kom op Klaas. Daar gaan wij in. En nog een jongen uit Utrecht. Het was een halletje. Je kon erin liggen. Je kon zitten. Nou, bijna goed.
Het was een ongelooflijk klein holletje. Voor 3 maanden mensen. Voor 1 of 2 misschien ook nog wel. Dus hij zei, denk erom, zegt die verzetsman, dat jullie er niet uit het hol komen, want dan schiet je weer dood. We komen jullie morgen brood brengen. En dan gaan jullie naar de onderduikadressen. De volgende dag kwamen geen verzetsmensen. Zaterdagmorgen, in de vroegte, kwam er een verzetsman. En die zegt van, er is iets verkeerds gegaan. Zegt hij, er zijn 7 jongens doodgeschoten en dat is verraad. En die verraden die zullen we wel krijgen na de oorlog. Nou ja, we komen jullie vanavond halen. Dus ja, dan zit je met z'n drieën in zo'n klein holletje. En dan weet je dus dat die 7 jongens doodgeschoten zijn. Vlakbij Vledder, op de plek van het grote hol waar de 7 jongens zijn neergeschoten, staat een monument. Ieder jaar op 8 september legt Klaas daar bloemen. In 1994 werd voor de eerste keer een herdenking bij het monument gehouden. Sinds 1996 is er een stichting die zorgt voor het onderhoud van het monument en op 4 mei een herdenking organiseert. De foto's van de jongens staan langs het toegangspad. Wat hij allemaal heeft afgespeeld, weet Klaas nog niet op het moment dat hij in zijn hol zit. Dus wij met z'n 3 en 8 arbeidsmannen en 3 verzetsmannen zijn we helemaal door de bossen gelopen tot in Appeltscha. In Appeltscha kwamen we in een hooiberg terecht. En dan kregen we 's middags heerlijke warme soep van de boswachtersvrouw. Nou, ik heb nog nooit zo'n lekkere soep gehad. En Frans en ik kwamen bij een onderduikadres terecht in Hogesmilde. 12 april werd Hogesmilde, 12 of 13 april, nou, dat maakt ook niet uit. En werd Smilde bevrijd en mochten wij naar buiten. Maar ja, als je dan door al die maanden, 7 maanden, ondergedoken hebt gezeten en je komt dan buiten, je doet de deur open van de stal en dan kijk je naar buiten en dan denk je, wat is de wereld toch groot? Na de oorlog moet het leven door. Voor Klaas betekent dit dat hij wordt uitgezonden naar Indonesië. En daarna gaat hij aan het werk. En hij trouwt met Riet. Maar de Tweede Wereldoorlog blijft hem achtervolgen. En uiteindelijk wordt er PTTS geconstateerd. Posttraumatische stress. Samen met anderen begint hij uit te zoeken wat er in die nacht van 7 op 8 september 1944 nou eigenlijk is gebeurd. En stukje bij beetje vallen de puzzelstukjes op zijn plek. De herdenkingen in september en mei zijn heel belangrijk voor Klaas. Voorafgaand aan de herdenking van 4 mei worden ook bloemen gelegd bij de graven van de jongens die nog in Drenthe liggen. Samen met een bestuurslid van Stichting Monument Doldersum. Heb je deze jongens ook zelf gekend, Klaas? Nee, joh, dat was de tijd te kort voor. En je had ploegen, ploeg 7, ploeg 8, ploeg 9. Dus ja, en er was nog een jongen uit Renen. Dus ja, daar ga je dan het meeste mee om. Ja. Natuurlijk, hè, omdat hij alle 2 uit Renen komt. En dus deze jongens heb ik nooit gekend. Die andere jongens ook niet, die zijn doodgeschoten zijn. Dat is wel wat monumenten in Doldersum. Thank you.
Als ik goed begrepen heb, dan is familie van Omens. Die is met het Stichting Monument Doldersum begonnen. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, die heeft er ontzettend veel voor gedaan, jongen. Ik zat met een oorlogstrauma. En er kwamen ze achter. En toen vertelde ik dat zo tegen hem. Want een dochter van hem die was met een zoon van mij getrouwd. Oh, zo. Van Verluik. Ja. En dus zodoende kwam ik in contact met Verluik. En toen vertelde ik zo en zo en zo. Nou, jongen, die man die is aan het uitzoeken gegaan, jongens. Oh ja. Hij is 2 keer naar Amsterdam gegaan, met Riot of Niot, toen die tijd. En heeft hij al de papieren gehaald van hoe het overval gepleegd was. En die had zo ontzettend veel. Maar ja, de vrouw ook, mijn vrouw toen die tijd ook. Hij kwam nou bijna dagelijks bij ons, bij mijn naam. Toen had hij weer dat gedaan, had hij weer dat gedaan. Ja, en zodoende is eigenlijk ook het hele monument tot stand gekomen, ja, hoor, door hem. En hoe heet hij, de Luik? Luik, ja. En voornaam? Joris. Joris Luik. Ja, Joris Luik. En toen kwamen wij bij het monument en hij zei, maar de datum klapte niet en het aantal jongens klapte niet. Op de kruis, weet je, stond een hele oud kruis stond er. Dat stoorde hem zo, jongen. En toen is hij zelf geld bij elkaar gaan zoeken. En toen werd hij een aannemer genomen. En dit monument wat er nu staat, dat heeft hij gebouwd. Met de vijgenboom. In de nacht van 7 op 8 september 1944 werd het kamp van de Nederlandse arbeidsdienst in Vledder overvallen. Er ontsnapten 21 jonge mannen. De volgende dag, 8 september, vond de SD dit hol. De 9 jongens moesten eruit komen. 2 van de 9 hadden het uniform nog aan en daarom zijn zij gespaard. De 7 anderen zijn mishandeld en daarna neergeschoten. Roelof IJsselstein is de enige die deze moordpartij heeft overleefd. Na een moeilijk leven stierf hij in 1986 op 60-jarige leeftijd. 6 jongens van 18 jaar werden hier het slachtoffer. Gerardus Marinus van Kostanje. Jan van Dijk. Pieter Groenhuis. Wilhelmus Klonen. David Omens. En mijn oudoom Christiaan van Tongeren. Wat was er gebeurd in Vledder? De volgende dag, toen wij ondergedoken zaten, kwam de commandant, had de SD gebeld in Assen, want er waren 21 jongens weg. Dus ze gingen in 3 groepen het bos in en die vonden dat grote hal waar die 7 jongens in zaten, of 9 jongens in zaten. 2 jongens werden eruit gehaald. Die moesten ons holen aanwijzen. Maar ja, die konden ze natuurlijk nooit vinden, omdat wij 's nachts gevlucht waren. Dat was voor ons natuurlijk het geluk. Maar die andere 9, die werden op het hal gezet en die 2 werden er dan uitgehaald. En die 7, er werden er eerst 4 achter gezet en 3 ervoor. En de staatspolitie, dat is het waren Nederlanders, die schoten die jongens dood. Maar 1 jongen, gelukkig, die overleefde die fusillade.
Dus die kwam bij, die vertelde dat dan later natuurlijk. Hij zei, ik hoorde in de verte de auto's wegrijden. Ik ben onder de jongens uitgekropen. En ik ben gaan lopen en hij zag twee mannen op een fiets. Hij riep om hulp, maar ze gingen er gauw met de fiets vandoor. Een hele laffe daad, vind ik. Nou, fijn. Enfin, hij kwam bij die NSB-boer terecht. In Wateren. En gelukkig dat hij ze niet te verraden heeft aan de Duitsers. Dus hij ging naar de buurman tegenover hem. Hij zei, ja, ik heb een arbeidsman en die is gewond. Ik zei, wat moet ik met die man? Oh, zei hij, was maar. Hij zei, dus die ging gauw naar Appelscha, had de dokter gehaald en heeft de jongen verbonden. Want hij was aardig zwaar gewond. En toen hebben ze hem ondergronds naar Assen gebracht, naar het ziekenhuis. En nou ja, daar hebben ze hem dus klaargemaakt. En toen is hij later, hebben ze hem ook ondergronds naar Gouda. Hij kwam uit Gouda. En die hebben ze hem ondergronds met een ziekenwagen naar Gouda gebracht. En daar heeft hij de bevrijding gevierd in Gouda. Dus het geluk dat wij dus hadden, dat die, ik zal hem even noemen, Rolf IJsselstein, dat die man het overleefd heeft, want die kon later alles vertellen. Als je dan dat verhaal van Rolf IJsselstein hoort, dan denk je toch waar jij, ja, je hebt zelf geluk gehad. De andere jongens, laat ik het maar zo zeggen. De kinderen van basisschool De Hoekstee zijn ook bij de herdenking en leggen bloemen. Een hartverscheurend gegil. Een tweede knal. Oorlog. Een klein woord met een zware betekenis. Oorlog. Wat een grote wereld. Op dat moment ben je zo klein. Het verdriet in mij heeft nog nooit tegen mij gelogen. De pijn die je voelt in je hart raak je nooit meer kwijt. Ik had hoop. Hoop op vrijheid. Vrijheid denkt niet aan zichzelf, maar aan een ander. 2 minuten stilte op de hoop dat er nooit meer zoiets ergs zou gebeuren. 2 minuten stilte voor rust en vrede, waar je 5 jaar op hebt gewacht. Ondanks de ellende die de oorlog heeft gebracht, zijn we nu vrij. In 1950 komt Klaas terug in Nederland uit Indonesië. Eind februari kom je dan weer thuis. Heb je 10 jaar oorlog meegemaakt. Maar ja, je gaat dan weer aan het werk. En dan kom je op een leeftijd dat je niet meer bol kan werken. Dat je geestelijk in elkaar stort. Ik kwam bij de dokter. En ik, wat mijn vrouw had gezegd, waarmee keer jij toch? Ik zei, ah, een beetje hoofdpijn, een beetje griep. Ja, maar ik bel de dokter. Nee, ik hoef de dokter niet te bellen. Ik ga zelf aan de dokter. Ik kom 's maandags morgens bij de dokter. En ik kon geen woord uitzetten. Ik kon niks
Toen zegt hij tegen mij, wat is er aan de hand, meneer Verdalen? Afijn, maar het hart en hun stoten kwamen eruit. Hij zei, onmiddellijk je bedrijf bellen, dat je niet meer komt. Hij zei, want je zit met een oorlogstrauma. Dus die had meteen in de gaten wat ik me keerde. Ik ben nooit meer aan het werk gekomen en ik zit er nu nog mee. Daar raak ik niet meer kwijt als dat ik onder de grond lig. Zo is het leven nou eenmaal. En ik moet toch verder, ondanks dat ik alleen ben. En je moet dan proberen van je leven iets te maken. Maar wat echt niet meevalt. Vorig jaar op 5 mei kreeg Klaas een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet bij het stand tot stand brengen van het huidige monument. Als stichting hebben wij zelf ervaren dat het monument voor hem een soort levenswerk is geworden en dat hem nog elke dag bezighoudt. Hij heeft dat lintje dubbel en dwars verdiend gezien al het werk dat hij heeft verzet en nog verzet om het monument in stand te houden. Maar meer nog dan al dat werk heeft hij in onze ogen dat lintje verdiend vanwege de instelling die hem drijft. En dat hij ondanks alle verdriet niet passief is gebleven, maar zijn energie heeft gericht op de nagedachtenis van zijn gestorven maten. Ondanks je respectabele leeftijd ben je nog altijd zeer betrokken en actief als bestuurslid van de stichting en ook nog regelmatig in Doldersum te vinden. En als ik je elke keer zie, dan denk ik van die man die is nog geen 90, dat kan niet waar zijn. Wanneer je opgeteld meer dan 70 jaar hebt ingezet als vrijwilliger, dan word je daar niet alleen heel hartelijk voor bedankt, maar daar passen ook wat bijzondere woorden bij. Want als je net even met je kop boven het maaiveld uitsteekt en net even iets meer doet dan een ander, dan kan het voorkomen dat het een burgemeester behaagt om te mogen zeggen dat het zijn majesteit heeft behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Klaas, van harte gefeliciteerd. Dank je. Ja, dit moeten die kinderen weten, wat er gebeurd is. Dat het leven niet altijd even makkelijk is. Wij hebben een nieuw monument gebouwd. Dat hebben we zelf gebouwd. Omdat de verkeerde datum erop stond op de kruis. En de verkeerde aantal wat er doodgeschoten was. Dus dat stoorde ons zo. We hebben de familie weer al die jongens opgezocht. En daar met hulp van hebben we zelf een monument gebouwd. Oorlog. Oorlog, je nam mijn jeugd. Je volgde me mijn hele leven. Ik kwam niet van je los. Je leek een kwal die aan me kleefde. Mijn jeugd was weg. Mijn toekomst nam je mee. Je bleef me achtervolgen. Ik lijk met je getrouwd. Mijn liefste wens zou zijn van jou te mogen scheiden. Vandaag nog, als dat kan. Laat mij niet langer lijden. Ga weg. Laat mij nog leven. Verdwijn. Laat me alleen. Ik zou alles willen geven. Maar ik zie geen uitkomst. Geen. Ik voel me schuldig dat ik jou leerde kennen. Mijn huwelijk met jou hou ik voor iedereen verborgen. Ach, geef me nog een kans. Ach, geef me nog een morgen.